maybe in the future you can experiment also the feelings of the ground, the feelings of the stones, the feelings of the sea. Sorry, that goes too fast for me. I don't understand it. Can you explain it more? Can you explain it more? Of the Year Awards 2013. Dit is de vijfde keer. We doen het sinds 2007. Dus we doen het niet helemaal elk jaar. Wij zien dat trendwatching is een ontzettend mooi vak. En er doen heel veel mensen aan mee. Er zijn geen regels voor. Dus iedereen kan een trendwatcher worden. Dat is natuurlijk geweldig. Maar wat we ook hebben is dat er wel natuurlijk ergens zo zit van, ja, maar wat vinden nou de bedrijven ervan? Wat kunnen ze ermee? Dus de gebruikers van trendinformatie. Wat zijn volgens jou de trends? Oeh, de trends. Touch. Dat alles wordt aanraakbaar. We hebben Reinier Evers van trendwatching.com gehad, Ajit Bakas, we hebben Karel Rode gehad en vorig jaar Farid Tabarki. Het is een heel raar vak, trendwatcher. Mensen hebben er heel veel verschillende beelden bij. Dus het is heel fijn en een van de rollen ook volgens mij als trendwatcher van het jaar is dat je een beter inzicht geeft aan de industrie, aan het vak, aan sectoren. Over wat het kan bijdragen eigenlijk aan R&D, aan gedachtegoed, aan visieontwikkeling binnen organisaties. En volgens mij heb ik mijn best gedaan. What did you win? We win the Trend Forecaster Award with a research that is basically based on new haptics systems in devices and the possible application of these new systems in social communities such as, for example, Instagram or Facebook or something else. So our vision is to create a more deep knowledge, not only of the view part of the visible part of an image, but also of the materials in it. Het zit in ieder geval goed met de hapjes. Croissantjes, vers. Koffie. Nou ja, er gebeurt ongelooflijk veel in de wereld. Ja, echt probeer niets te missen. Je hoeft niet overal voor te kiezen. Dus inderdaad, technologie. We gaan nog veel verder in extra laagjes technologie die onzichtbaar gaan worden. Dus denk aan de Google Glasses natuurlijk, of de Google Watch. Maar ook gewoon layer, extra laagjes op de werkelijkheid. En wij maken bijvoorbeeld nu een boek, maar daar pakken we nu toch een extra laagje op met layer. En dat zijn wel de nieuwe dingen om oude dingen weer een soort je eigen tijd en nieuwheid te geven waar we mee verder de toekomst in kunnen. En dat is heel belangrijk. De term radicale decentralisatie, hoe wij ons steeds decentraler organiseren. Vroeger hadden we op een centrale plek een codecentrale. Nu kunnen we op elk dak zelf energie opwekken. Radicale transparantie is een steeds transparantere wereld. Steeds meer digitale gegevensopslag. En waar ik over heb geschreven is eigenlijk onze drijfveer als mens om nieuwsgierig te zijn. En ik heb teruggekeken naar onze historie, naar de middeleeuwen, hoe we nieuwe dingen uitvonden en hoe we dat ook nu weer doen. Ik heb Futurist of the Year ben ik geworden. Ik heb eigenlijk beschreven hoe wij globalisering, dat je dat kunt opsplitsen in twee onderdelen. Je hebt economische globalisering en je hebt socioculturele globalisering. So for example, in Instagram you will not have only some hashtags, but also some touch tags, okay? And you probably can select a part of an image and say, okay, if you've got this device of electrostimulation in your smartphone, you can feel the material part of an image. En de winnaar is? Tom Palmaerts. En in welke categorie heeft u gewonnen? Ik heb de categorie Trendwatcher of the Year gewonnen. Waarom heb ik het gewonnen? De jury zegt omwille dat ik niet alleen observeer, maar ook tot activatie oproep. Het artikel heet It May Be All In Your Head. En dat gaat over het belang van het onderbewuste. En hoe realiteit meestal als belangrijkst gezien wordt, terwijl er heel veel onderbewust in ons opgaat. Maar ook hoe de virtuele wereld steeds meer een
verlengde wordt van de realiteit. En je ziet eigenlijk dat de jongeren die met hun handen bezig zijn, dat potentieel wel nieuwe rocksterren kunnen worden. Nooit gaan boodschappen doen als je honger hebt. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Dat heb je ook niet door. Je denkt alleen maar, ik moet nu kopen. Maar je komt thuis en je denkt van, waarom heb ik dit allemaal? 5 pak Snickers en... Ja, precies. Kijkers van 7 Digits zijn ondernemers. Succesvol, minder succesvol, maar in ieder geval ambitieus. Wat zouden ze moeten doen om nog succesvoller te worden? Op dit moment zijn we voornamelijk bezig met een paar bedrijven om na te gaan kijken hoe kunnen we mensen terug rust geven. Dus we zijn 24/7 connected. Het probleem is vaak dat mensen in de rush creativiteit verliezen. De visie waarmee ik eigenlijk heb gewonnen, dat gaat over toekomstperspectief op ons lichaam. Hoe we dat in de toekomst gaan kleden. Niet meer alleen om het te beschermen en het te decoreren. Maar ook dat we ons lichaam gaan kleden om kracht te krijgen, meer kracht. En dat onze zintuigen gaan trainen. En hoe we manieren vinden om betekenisvolle manieren te vinden om het lichaam te decoreren. De trends zijn er heel veel. Maar waar het heel erg belangrijk is om het ook te gaan doen nu. Want er gebeurt zoveel in de wereld waar je achteraan kan lopen. Maar het nu werkelijk in de praktijk waarmaken, daar is nu heel erg behoefte aan. Dus niet alleen maar denken, maar ook doen. Dus doenkers, daar hebben we behoefte aan.